Hallo, deze jongen is hier overreden. Het was 's avonds, zeg maar, volgens mij. En het was mistig. En toen is hij overreden. En hij zat op het Cartesius. En ik weet niet hoe oud hij is, maar dat staat hier vast wel ergens. Hij was 17 jaar oud. Hij was op het kruispunt overleden. En er gebeuren te veel ongelukken. Dat vind ik heel erg. Ja, want er is hier ook laatst iemand overleden. Ja. Nou, ik was eigenlijk verrast, want ik was die dagen niet thuis. En ik kwam terug en dan zag ik al die bloemen staan. Dus het is natuurlijk vreselijk dat er zo'n ongeluk gebeurt. Maar ik weet niet hoe het gebeurt, dus ik heb alleen van horen zeggen dat het door een taxichauffeur is gebeurd. Dus ik weet het verder niet. Bedankt voor het interview. Oké, heel veel succes. Hallo, ik sta hier live op de Haarlemmerweg. En hier, je ziet dat er heel veel auto's rijden. Om de seconde zie je 5 auto's. Wow, daar zie je een politiewagen. Dat is heel erg negatief. Kijk hoeveel auto's en kijk hoeveel fietsen. Dat is echt heel erg slecht voor de milieu. En dat was het dan. Tot de volgende keer met Paspasa TV. Hallo, ik sta hier bij een fiets. We zijn hier op de Haarlemmerweg. Heel veel fietsen en die worden dan niet gebruikt. En ze staan hier dan maar. En er komt heel veel troep vanaf en zo. Oké, dat was het. Het is handig om de fietsen die hierop heel vaak staan en zo. En als je ze wel gebruikt, niet tegen de kant te zetten, maar in een fietsenrek. En dat was het, doei. Hallo, ik ben Sofiane. En hoe heet u? Ik heet Rosalie. Rosalie, wat vindt u negatief van deze buurt? Wat vind ik negatief van deze buurt? Oeh, dan ga je er meteen vanuit dat ik al iets negatief vind. Nou, eigenlijk niks. Ik vind het een hele leuke buurt. Huh? Ja. Vindt u ook niet de fietsen negatief en de rommel overgaan? Ik vind het eigenlijk wel meevallen. Het is soms wel lastig om een plekje te vinden, maar met de fiets. Maar ik prop mijn fiets altijd wel ergens tussen. Dus iets meer plekken voor de fiets zou misschien inderdaad wel een oplossing zijn voor het probleem. Maar is dat niet negatief als u uw fiets tegen de muur aandoet? Dat is eigenlijk niet zo goed, hè. Het is beter als er mooie rekken zijn. Dat staat natuurlijk wat netter. Dus dat ben ik met je eens. Bedankt voor het interview. Dat was hem. Ja. Oké, nou, graag gedaan. Ik ben Therese. Oké. Wat vindt u negatief van deze buurt? Vuil. Ja. Zoals? Nou, kijk maar. Daar. En heel veel hondenpoep. En ze maken de straten gewoon niet goed schoon. Dat vind ik het ergste. Heeft u ook iets over de fietser te zeggen? De fietsers. Ze fietsen heel vaak op de stoep. En dat is lastig. Wat was er? Oké. Wat een rommel. Je ziet hier heel veel kranten van de Kruidvat en van allemaal meer. Nou, eigenlijk ze moeten het gewoon binnenleggen in eentje. Dit is heel veel en het is allemaal zeiknat. Eeuw. Wat was het? Nou, hier zit de graffiti. En het is niet. Het is natuurlijk wel leuk, maar het is een beetje ordinair om dat op iemands brievenbus te tekenen. Oké. Hier zit allemaal zand en allemaal viezigheid. Het wordt natuurlijk altijd wel mooi, maar het is erg negatief als hier allemaal zand en vieze dingen liggen. Want altijd mensen gooien bijvoorbeeld, als dit flesje gooien ze zeg maar gewoon in het zand. En dat is erg negatief. We zijn hier op de Haarlemmerweg. Hoe heet u? Jan Loedeke. Oké. Wat vindt u negatief over de Haarlemmerweg? Dat ze het hard rijden, sowieso. En de parkeerplek is heel slecht hier. Oké, en heeft u nog voor dronken mensen of zo die heel erg hier zijn of andere mensen die... Ik vind het meevallen. Er werd wel veel over gezegd, maar ik vind het meevallen hier. Oké, ja, oké. Dat was het. Oh, hallo, ik sta hier live. Bij de Haarlemmerweg. Bij de Haarlemmerweg. En je ziet allemaal fietsen omgegooid. Dat is erg ondienaar. En ja, ze moeten het goed vastmaken. Oké, klaar, dat was het.